En tot slot is het vandaag de eerste vrijdag van juni en dat betekent dat het donutdag is. In de 80 buurthuiskamers van het Leger des Heils worden vandaag gratis donuts uitgedeeld. Samen met een kop koffie of thee en het spelen van spelletjes is dit echt een buurtfeest te noemen. Do not worry, be happy. Vandaag is het donutdag. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in? Oh, het is een traditie bij het Leger des Heils inmiddels. Maar ja, traditie, 4 jaar, 5 jaar, zoiets. Maar het idee is dat in de Eerste Wereldoorlog vrijwilligers donuts uitdeelden aan soldaten. En ze hebben bedacht van, hey, dat is eigenlijk ook een hele mooie manier om mensen onze buurthuiskamers binnen te krijgen. Dus laten we het weer nieuw leven inblazen. En vandaar dat wij weer donutdag hebben. En op de donutdag is iedereen in de buurt welkom om een donut te komen eten. Het wordt voor alle buurtbewoners georganiseerd en voor alle mensen die langslopen of denken, hey, ik ben hier nog nooit binnen geweest of ik heb zin in een donut. Ja, voor iedereen dus. Ja. Ja, iedereen krijgt zoveel donuts als hij zin heeft, althans, dat lijkt erop. Ze hebben er een heleboel en je kunt lekker smikkelen en gezellig een praatje maken met anderen en ja, heel ontspannen en gezellig. De donuts vallen in ieder geval goed in de smaak. Ik heb er net eentje op en ik heb al weer zin in een andere. Ik heb er 2 op. Allebei met chocola. En de ene was gevuld met jam. Was subliem. Ja, leuk. Leuk, hè? Ja.